Goedenavond en welkom bij De Wereld Staat Stil. Dames en heren, beste kijkers, de winter wil maar niet beginnen. Het heeft amper gesneeuwd. In heel het land werden er allemaal scholen dichtgedaan. En mensen die kwaad worden in supermarkten, die worden illegaal gefilmd, door heel de wereld uitgelachen en dan ook nog eens door hun eigen familie verstoten. En daarom, om daar iets tegen te doen, tegen al dat klein en groot verdriet in, presenteren wij van De Wereld Staat Stil, De Wereld Staat Stil. En wij, daarmee bedoel ik Sue Nsukki en Johan Petit. En gelijk dat je kunt zien, Sue Nsukki, die is er niet. Die is er wel. Ik bedoel, het is niet dat die er niet meer is. Die is er wel, maar niet hier. Die is ergens anders. En als je dat nu heel spijtig vindt, dat je dus de komende 50 minuten met mij alleen, niet alleen met mij, ook nog met 3 gasten, zit opgescheept, dan is het enige wat ik kan zeggen, sorry. En volgende week is Soeder terug. En belangrijk, dames en heren, tijdens deze uitzending is dat alle versprekingen die je vanavond zult horen, dat die live versproken zullen worden. Dus alles wat wij doen hier is live. Dus als ik ze bied dood van, ben ik ook echt dood. En als je er live bij wilt zijn, dat kan. Dan kun je gewoon naar hier komen. Want wij zitten in de Drie Koningenstraat 126 in Berchem. En je kunt hier gewoon daar door het raam zo mee naar binnen komen zien. En dat zeggen we elke week. De eerste die hier in zijn flieter... in zijn flieter voor het raam wordt, komt staan, die krijgt deze ingekaderde 50 euro. Met kader en al erbij. Dus goed, dames en heren, beste kijkers thuis, we hebben dus 3 fenomenale gasten. We hebben hier Geukan Girginol, die zit hier al. We hebben Jeroen Leenders, Geukan komt voorlezen uit eigen werk. Jeroen Leenders komt een waar gebeurd verhaal vertellen. En Leonie Gijssel, die komt niet. Dus die ligt uitgeteld met een coronacrisis in haar bed. Maar... in de plaats hebben we Roos Rebergen van Roosbeef en die komt een lied zingen dat veel voor haar betekend heeft. En dan zijn we bijna begonnen, maar voordat we beginnen nog één ding. We hebben ook een huisband, een grijsharige, 46-jarige huisband genaamd Tom Pintus. Onze eerste gast van vanavond is Geukan Girginol. Zo ja, spreek ik het juist uit. Klopt, heel juist. Dag Geukan, jij bent van opleiding theatermaker. Je hebt aan het Ritz toneelregie gestudeerd, juist gelijk als ik. Klopt. Dus we zijn eigenlijk collega's. Ja. Maar naast theatermaker ben je zelf ook echt acteur. Jij maakt je eigen toneelstukken. Klopt, ik maak zelf werk waarin ik ook vaker meespeel. Ja. En daarbuitenuit speel ik ook voor anderen en af en toe werk ik ook voor televisie en film. Ja, want de mensen die u kennen, want er zijn best wel wat mensen die u kennen, jij bent toch even beroemd geweest in Spitsbroers, waar jij een fantastische rol in had. En nu in het laatste seizoen van De Zonen van Van As, doe jij ook mee. Waar zijn jij nu mee bezig? Op dit moment zijn we aan het draaien voor Undercover 3. En daarin heb ik een toffe rol voor het volgende seizoen. Ah, ja. Dus over een week beginnen we. Spannend, het is heel tof. En ken je de tekst nou? dat doe ik meestal onderweg om het vers te houden. Ah ja, oh, dat is niet dat je dat lang op voorhand... Jawel, ik weet wel wat ik moet zeggen, maar ik ga geen toontjes van buiten leren. Ah ja. Dus de dag zelf is voor mij het belangrijkste in het proces eigenlijk, om het nat te houden en vers te houden. Om niet zoiets te laten zien van dat het ingestudeerd papegaaienwerk. Toch in het moment willen zijn. Zeg, ongelooflijk, maar waarom? Dus vandaag, op deze dag, dat jij hier in De Wereld Staat Stil verschijnt, verschijnt jij ook in de Gazette verschenen. Ja. In het laatste nieuws stond er een groot artikel, ik heb dat helemaal gelezen. Mm-hmm. En er waren echt 3 dingen in het artikel die ik heel bijzonder vond. Namelijk ten eerste dat jij vandaag jarig bent. Dat is ook waar. Vandaag 33 jaar geworden. Klopt. En bravo, proficiat. Tom, applaus. Iedereen klappen, iedereen klappen. Iedereen. 33 jaar. Dus er ligt een heel hoop achter u en er komt ook nog een heel hoop aan. Als je zo nu je leven overschat, ben je dan blij met je leven gelijk als dat op dit moment is? Ja, ik denk dat ik op dit moment wel heel dankbaar en nederig ben. Het is ook anders geweest, gelijk bij iedereen. Ik leef wel graag in het moment of zo. Niet weten wat er straks gaat gebeuren. Durven transformeren in het moment zijn.
Maar op dit moment, ja, ik heb een madame, een hele toffe madame. Ik hou van u, want ze kijkt nu. Ah ja, ah, ja. en ja, ik ben ook papa geworden. Ah ja, ah, wel, want dat was het tweede bijzondere. Dus jij bent getransformeerd van een zoon in een vader, een maand geleden. Klopt. Hoe was dat? Dat was wel heel speciaal eigenlijk, want hij was 7 december berekend. En hij is ook op 7 december gekomen, Sinterklaasnacht. Al zei de vroedvrouw, dat gaat nog 3-4 dagen duren, maar 3-4 uur later was het zover. En het was een natuurlijke bevalling in een geboortehuis. Dus in die coronatijden was het wel even schrikken, gaan we dan het ziekenhuis doen of niet. Het ging super vlot. Ik heb er echt deel van mogen uitmaken en ja. En je bent dus veranderd van een zoon, ervoor zit een zoon en dan ineens een vader. Was dat voor jou een existentiële ervaring, vader worden, of viel dat mee? Wat mijn vrienden die noemden me in de wijk toen ik jong was wel altijd opa en ik was toen maar 11 jaar. Ah, ja. En ze zeiden, je bent opa. Gewoon hoe ik babbelde en zo. En ik heb altijd broeders gehad en mensen waar ik om geef. En op een duur denk je wel wat als ik zelf een kind zou hebben en daarmee ook bezig zou zijn. Dus ja, die droom was er wel ergens. Ah, ja. Ja. Zeg, en het derde bijzondere ding, maar dat is echt heel bijzonder, vond ik, was in een artikel stond dat jij op een indianenfluit aan het spelen wordt terwijl dat je vrouw onbevallen was. Ja, ik wou het meenemen vandaag om iedereen te trakteren op wat fluitmuziek, maar de tijd is wat beperkt. Ik heb zo'n pentatonische fluit, dat geeft me heel veel rust en andere mensen soms ook. En zij zei, kijk, in de bevalling, dat kan zijn dat ik dingen tegen u roep en zo, maar dat maakt niet uit. Het is allemaal niet zo bedoeld, alle vrouwen hebben dat. Ik dacht al, oké, ik moet niet met woorden gaan communiceren die dag. Dus ik had mijn fluit bij en de lichtjes waren gedimd, ik had wat kaarsjes gebrand. En net op het toppunt was ik fluit aan het spelen. En toen ik niet meer kon spelen en echt bij haar wilde gaan, dichter bij haar in haar proces, toen speelde daar zo'n Mongoolse keelzangmuziek af dat ik had opgezet van Hoen Hoertoe. Heb ik de steppen binnengebracht en ja, op het toppunt van dat keelzangmuziek eigenlijk is zij echt gekomen. En heeft ook zo'n naam gekregen, Aiden Khan, verlichte krijger. En ja, 4 kilo 70 gram en 53 centimeter. Dat is inderdaad dus een farme krijger. Stevige. Ja. Ja. Allee, ongelooflijk. Ja, ik vind het bijzonder om u hier zo als kerstverse vader. Ik ben zelf ondertussen al een oude vader. Ik ben al 16 jaar geleden was dat bij mij. Dus ik, oh, voor dat mij is dat allemaal. Allee, pff, dat is iets van niks niet meer. Maar bravo, echt bravo. Dank goed gedaan. Merci. En natuurlijk vooral uw vrouw. Ja, ja, ja. Zij zij toch hard ook moeten werken. Prachtige vrouw. Zeg maar, naast acteur en theatermaker, zeg jij ook schrijver? Ja, ik schrijf ook graag. Ja, en jij hebt voor ons teksten meegebracht. Klopt. Ah, klopt. Wat ik voor jullie bij heb. Ja? Dan neem ik het al over. Ik heb een gedicht uit de oude doos naar boven gehaald. Heb ik het in zo'n mapje van Nufzet gestoken, helemaal custom made. En daar wil ik graag een gedichtje van uit voordragen. Ja? En naar de rand zal ik een hedendaagse mantra slam rap brengen voor jullie. Ah, top. En hoe oud was je deze gedicht schreef? Ik denk dat dit toch al 8-9 jaar geleden is. Maar ik vind het passen in deze context, dus ik dacht, okay, ik breng het even. Ja. Het heet Zaman is tijd. De Zaman staat weer stil, liefste. De zon straalt niet met de wind. De maan verandert niet van gezicht. De Zaman is net zoals de tijd, liefste oor. In een andere taal of een andere plaats. Je laat me weer bevriezen in de lente met vuur op het veld, liefste. Alles heeft een reden. Als alles niks is, dan wandel ik vannacht nog blind door de woestijn. Ik manifesteer niet uit wanhoop, maar uit liefde, liefste. Dat is de kunst van onduidelijkheid, blijkbaar. Soms zo helder en soms zoals het doffe licht. Alleen een lomperik zal denken terwijl het wacht op een teken van God. Maar het is de twijfel van de wereld die zich nestelt in jouw hart, liefste. Voilà. Dat was de eerste. Aha. Dat is een gedicht over de liefde. Misschien een gedicht over de tijd ook. Het volgende is iets wat ik speciaal voor vanavond heb geschreven. En dit is een Sansula. En vroeger ging ik veel rappen. En dan was dat zo afhankelijk zijn van een beat of van een liveband. En soms spelen ze te luid en de beat heeft soms geen goede snare of zo. En ik dacht, wat gebeurt er als ik mijn beat zelf creëer en nog altijd gewoon slam en rap, maar tot een nieuwe vorm kom. Dus dat wil ik tonen aan jullie. Het moet wel echt stil zijn, want hier heb ik veel concentratie bij nodig.
Ik had wat water bij de wijn gedaan. En mijn eigen ziel wat pijn gedaan. Gedwongen moest ik binnengaan. Vak buiten staan. Alleen eenzaam. Ik zocht het licht in het donker in het licht. Ik zag niemand meer. Ik zocht de wolken in de lucht, maar de lucht die verdween had geen adem meer. Ik zocht wat troost bij de mens, maar de mens was geen mens. Vertrouw niemand meer. Ik heb liefde voor de liefde en daarom hou ik van niemand meer. Verdeel mijn licht zoals de zon. Schrijf het op met een liefdesveer. Kom van de straten, zwevend op het asfalt van de stratosfeer. Zat jaren vast in een grot met mijn kop tegen de muur in de platosfeer. Fuck Expo 58, exotisme, geen expos meer. Ik volg mijn voorouders, ik onderga en ik transformeer. Heya, 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 ho. Ja, heya, heya, ho. Heya, 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 ho. Ja, heya, heya, ho. De wereld staat stil. De wereld draait door. Uw wereld staat stil, vriend. Mijn wereld waait door. De wereld staat stil. De wereld draait door. Uw wereld staat stil, vriend. Mijn wereld waait door. Want ik gooi een speer in het oog van uw driehoek. Helder is mijn drievuldigheid. Ik brand zoals wierook. Het spookt door mijn hoofd, maar ik strijd met de regenboog. Als de zon schijnt, ben ik weg. Mijn wegen hoog. Zie symbolen in het leven en voel me gezegend ook. Bouw mijn eigen dimensie, van nul tot aan de hemelpoort. Kennis is macht. Daarmee eet ik al die boeken dood. Mijn kennis op dieet. Ik kijk naar een lege koekendoos. Stom van die dommerik. Dom van die stommerik. Benaming maakt niks uit. Intentie belangrijk. Alweer geen keuzes maakt. Sterft als een bange lijk. Ik heb mijn punt gemaakt. Honger is een lange rij. Ik werk als een zot zonder klok in het paradijs. Foef, ik zit te schaatsen op glad ijs. Schapen hebben leiding nodig, geen lijden met een lange ei. Niemand is een dommerik, behalve die laffe gij. Hey, de wereld staat stil. De wereld draait door. Uw wereld staat stil, vriend. Mijn wereld loopt door. Voilà. Maar heel goed, heel goed. Ja, Isse, ik heb een spontaan applaus. Dank je wel. Ongelooflijk. Ik denk dat dat de eerste keer is dat we hier zo... Up, tjaka, tjaka. Zeg, ja, goed gedaan. Bedankt voor uw gedichten. Graag gedaan. Merci. Onze volgende gast, dames en heren, Jeroen Leenders. Dag Jeroen. Yes. Jij zei, voor de mensen die je niet kennen... En dat zijn er best veel, Johan. Laat dat duidelijk zijn. Zijn dat er veel? Dat denk ik wel. Ik denk dat dat een meerderheid is. Wel, dus ik zal voor de mensen dus thuis die je niet kennen, even melden dat jij een comedian bent. Ja. Een comedian en, in mijn ogen... een hele bijzondere, zie ik, kan even mijn juiste kaartje pakken. Een hele bijzondere comedian. Even teruglezen wat je van mij vindt, ja? Nee, dat weet ik ook van buiten, maar even toch goed. Dus ik vind u een hele bijzondere comedian. Waarom? Omdat als je naar een optreden van u gaat zien, dan is dat eigenlijk bijna nooit twee keer hetzelfde. Dat is waar. En dat is heel bijzonder, want je, op een of andere manier, als je er zit te zien, voelde dat. Het is alsof dat je je ter plekke op het podium opnieuw, elke avond opnieuw uitvindt. En dat is heel spannend om dat te zien. En ik vroeg me af, is dat ook zo spannend voor u als je dat doet?
Jazeker. Ja, dank je wel trouwens voor dat compliment. Want ik hoop ook dat mensen dat zien. Dat ik dat, of meekrijgen op een of andere manier dat is wat ik aan het doen ben. Ja. Dat is zeker spannend, want ik weet zelf ook niet exact wat er gaat gebeuren natuurlijk. Ja. Dus, dat is, ja. Dus jij krupt het podium op, jij hebt dan ideeën in je hoofd, hè, maar dat is niet meer vast van buiten geleerde tekst. Krupt je het podium op en begin je te vertellen en dan hoop je dat grappig is. Ja, ik ga op het podium met onderwerpen. Onderwerpen die ik al een paar keer behandeld heb, of waar ik al veel over heb nagedacht, of waar ik al een paar keer iets heb over geschreven of gemaakt. En dan ga ik met dat... Maar dat evolueert heel de tijd. Hè. Je kunt toch... Ik vind het raar, mensen die altijd hetzelfde blijven denken over een onderwerp. Dat is voor mij een teken van dommigheid. Als je morgen aan mij dezelfde vraag stelt, ga ik daar waarschijnlijk anders op antwoorden, omdat tegen dan dat ik daar al toch al mijn ideeën genuanceerd over zijn, of ik heb er nieuwe invalshoeken bij. Dus hoe zou ik, bij wijze van spreken, 2 dagen achter elkaar hetzelfde kunnen gaan vertellen op een podium? En dat je zo geen 2 avonden hetzelfde wilt vertellen, er spreekt een enorm gevoel van vrijheid uit. Is dat iets dat je altijd al gehad hebt? Had je dat als 12-jarige, 14-jarige ook, dat je heel de tijd zo naar buiten wou? Ja, ik heb wel... Ik heb heel mijn leven een soort worsteling, hoor. Dus als 12, 14-jarige, ja, ik lag altijd in de knoop met heel de werkelijkheid. Ja, geen idee. Ik had wel altijd de indruk dat ik mij wilde uitdrukken en dat het niet mocht of moeilijk was op een of andere manier. En ik kreeg ook heel vaak straf. Straf is eigenlijk een soort rode draad door mijn leven. Ja? Wat is de ergste straf die je ooit hebt gehad? De ergste straf die ik ooit heb gehad? Ik overval je er nu mee? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik vond het ook allemaal niet zo erg. Ah. Ik ben wel van scholen gevlogen en van die toestanden geschorst. En wat heb ik? En mijn ouders waren ook mensen die... toen heette dat nog geen lijfstraffen. Hè. Dat was gewoon een kind een tik geven. Hè. Je moest een kind dan in zijn kloten trappen voordat de lijfstraf werd. Hè. Ah, ja. Dat was die een tijd nog. Zeg, dus je zegt school was moeilijk. Heb je het middelbaar uitgedaan? Ja. En ik heb dat 2 jaar, gedubbeld en ik heb toch mijn diploma gehaald van kunsthumaniora. Dus ik heb een papier... Waar dat op staat, dat ik nogal goed kan tekenen. Godzijdank dat ik dat heb. En ik heb dat nog nooit moeten bovenhalen. Behalve voor ooit een bedrijf op te richten. Dat was voor 1999 dat ik diploma heb gekregen. Dus toen moest ik geen bewijs hebben van de bedrijfskunde om toch een BVBA op te mogen richten. En zul je dan na dat middelbaar verder gaan studeren? Of wat je dan... Oh, jezus. Ik heb toen nog een opleiding gedaan als helikopterpiloot. Ik heb dat een tijdje gedaan, maar dat was dan niet betaald natuurlijk. Ja, dat weet niemand, nee, maar dat is zo. Wat? Kun je met een helikopter vliegen? Ik kan dat, maar ik mag dat niet meer, ja. Oeh. Ja, omdat je dat moet blijven doen om dat te mogen blijven doen. Je moet elk jaar vlieguren aantonen. Ah, maar dus als wij nu naar een helikopter stappen, je kunt die gewoon ik zo... Ik kan vliegen met een Robinson 22, 44 en een Jux 330. Allee. En ik heb ooit Jet Ranger ook gevlogen samen met Erik Boers nog. Die mens is verdronken. Die heeft een shock gekregen in koud water. Is verzopen, die mens. Maar ik vloog bij Erik Boers, ja. Ongelooflijk. En dus, wat heb je dan allemaal nog gedaan voordat jij comedian... Hoe zit je dan eigenlijk op het idee? Ik ben nog taxichauffeur geweest, 8,5 jaar. En tijdens dat taxirijden, op het einde van die carrière van taxichauffeur, dat is ook een carrière natuurlijk, ben ik dan begonnen met de stand-up comedy. En was dat je een soort pad vond naar een soort vrijheid om te kunnen zijn wie dat je wou zijn? Ja, zeker. Toen is eigenlijk alles goed begonnen met mij. Ja, dat heeft alles geopend voor mij. Alles. Dat heeft delen van de werkelijkheid voor mij geopend die daarvoor als onbereikbaar, die voor mij daarvoor onbereikbaar waren. Ik heb nu al, in vergelijking met de 18-jarige Jeroen Leenders, een amazing life gehad. Ja, als ik nu sterf, dan denk ik, ja, dat is goed. Het is niet altijd allemaal heel vrolijk geweest, hoor. Maar ja, ik heb zoveel meer dingen gedaan dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. En nog één ding over dat taxichauffeur. Je hebt dat 8 jaar gedaan? 8,5 jaar hier in Antwerpen, s'nachts. En was dat dan dat je dacht... Want je dat heel lang... 8 jaar is best wel lang. Ja, ik was dus worden er toen gelukkig mee met taxichauffeur te zijn? Ik had toch een manier gevonden om mij te verzoenen met dat soort leven leiden. Met gewoon een flatje hebben en geen schulden en een auto en weten hebben en daarmee leven. Ik heb daar heel lang op neergekeken op het gewone leven, vroeger. En ik heb dan toch... een manier gevonden toen om dat te appreciëren. Want die nul, hè, want dat is een nul, hè, gewoon een flatje van een appartementje en een auto, een tweedehandswagen en geen schulden. Veel mensen beschouwen dat als nul. Hè, dat is nul, dat is niks. Ik weet dat dat plus een miljoen is. Want ik ben op nul geweest, al een paar keer. En dat is nog een heel stuk beneden dat. Dus ik heb
toen wel voor mezelf een manier gevonden op dat leven waar ik in feite heel lang op neergekeken heb, was te min voor mezelf, om daar mij toch in te passen en daar, om daar de waarde van in te zien. Ik ben daar wel heel dankbaar voor geweest. Dat ik die, want de taxichauffeur 's nachts, dat heeft me echt als een voet in mijn gezicht getrapt. Hè, van, je kunt allemaal grote ideeën hebben over het leven en over jezelf, maar dat is zeer concreet, hè, taxi. Dat is ook een heel gevaarlijk beroep. En je moet leren je bakken zouden, dat moet je ook leren. Want ja, het leven grijpt je gewoon aan de strot en voordat je het weet, worden neergestoken. Zo serieus is het leven als taxichauffeur wel, 's nachts. Ja. Ja. Zeg, je hebt een waar gebeurd verhaal voor ons? Ik zeg heel de tijd ons, omdat ik zo erbij denk. Ja. Dus niet eens erom spreek ik heel de tijd... Ik ben niet... hier voor Su ook, eigenlijk. Ja, wel, dus het is niet dat ik mijn eigen keuring vind, maar... Dus, de Tom is er ook bij. Dus voor, je Tom hebt, is ook fijn. Ja, dus je hebt voor ons een waar gebeurd verhaal bij. Ja. Ja. Ja, en, dat is een beetje het is een complex verhaal. Dus ik ga dat beginnen, ik ga Pulp Fiction gewijs op het einde beginnen. Dus je hebt van mij de vraag gesteld. Jeroen, heb je een verhaal over een moment in je leven dat de wereld stilstond? Dat was uw vraag, toch? Voilà. Dus ik ga beginnen bij dat moment. Maar de moment dat voor mij de wereld stilstond was 15 maart. Ik heb vorig jaar, 2020... Ik heb op 14 maart toen mijn laatste optreden gedaan voor de lockdowns. Want ik treed veel op in België en in Nederland. Ik denk mijn laatste heb ik gedaan in Club Haug in Rotterdam. Het was nog de laatste die nog zo open bleef, daar ben ik nog naartoe gereden. En 15 maart ging dan echt alles op slot, zeg maar. België en Nederland waren toen schluss. En dat was voor mij een soort doodstraf die werd uitgesproken over mij. Want ik zat op dat moment al in een financieel... heel penibele situatie. Er was voor mij op dat moment financieel geen marge. Nul. Ik leef op scherp van de snee. En de moment dat zoiets wordt gezegd van uw job bestaat niet meer en je kunt geen geld niet meer verdienen, dat was voor mij een onmiddellijke doodstraf. Ik kon mij op dat moment zelfs, en nog steeds niet, permitteren om zelfs nog maar één dag geen geld te verdienen. En dat werd plotseling compleet onmogelijk. Door de situatie waar ik op dat moment in zat. En die situatie waar ik op dat moment in zit, zat of zit en nog steeds zit, is eigenlijk, ik ga helemaal terug tot het begin van toen ik stand-up comedian werd. Dus dat is in 2007 ben ik voor de eerste keer gaan optreden in Café de Joker. En voor mij stand-up comedy is een way of life ook. Dus voor mij is het heel belangrijk als comedian. Ik wil dingen vertellen tegen mensen die moeilijk zijn. En ik vertel niet altijd mijn mening, maar als ik in de wereld een mening zie waarvan ik denk dat ze te weinig aan bod komt, dan ga ik die verkondigen. En het liefst dat ze wringt ook, dat mensen ze niet willen horen. En de humor dient dan om ze er toch mee te doen lachen dat ze toch geaccepteerd hebben. En ze moeten het niet met mij eens zijn, maar dan hebben ze binnengepakt. De humor zorgt ervoor dat ze dat binnenkrijgen. En vanaf het begin ben ik daar vrij plastisch mee omgegaan, met comedy. Altijd weer iets nieuws maken. Elke keer denken, wat wil ik vandaag vertellen? Wat is er zo prangend om te gaan vertellen? Wat is er moeilijk om te vertellen? En ik ga dat toch proberen in cafeetjes, in kleine zaaltjes, in venues, in gigs. Met de mensen hier, dat waren soms letterlijk paletten, hè, waar dat op stond. En zo ben ik daarmee begonnen. En dat is wat ik graag doe. Dat is wat ik doe. Hè. Dat is, ik hou daarvan, van dat vak. En dat is voor mij ook een manier van leven. Ik werd daar in feite veel te snel te succesvol in. Ik heb meegedaan aan Comedy Casino Cup en daar wat potten mee gebroken. En dan in 2010 won ik ook het Leids Cabaret Festival, wat een heel prestigieus festival is. Theo Maas heeft dat gewonnen, Alex Agnew heeft dat gewonnen. En in feite, als je zo'n festival wint in Nederland, dan is in feite je broodje gebakken. Dan begint je carrière pas goed. Dus dan gaat de theatertours doen. En je krijgt er omkadering. Ineens zijn er boekers en managers. Dus ik kom uit dat klein milieutje van line-up shows waar je altijd met vijf mensen op een avond zit en een MC met mensen die hier zitten waar een worsteling is, want er gebeurt ook van alles in de cafés. Er valt een pint, iemand gaat naar het toilet, iemand moet kakken of iemand roept iets racistisch en je moet ermee omgaan. Kom je ineens, door die festivals die je wint, kom je ineens in theaters terecht. En omkadering, ineens heb je een manager die gaat zeggen wat je moet doen en wat je moet laten, die het allemaal beter weet dan u. En voor ik het wist, zat ik daarin, want iedereen... Wat wist ik ervan? Ik was een taxichauffeur. Wat wist ik er nu van of dat waar was of niet? Dus ik deed dat maar. Ja. En ineens ging ik een soloshow maken en ging ik 90 minuten theatersolos doen door theaters. En dan zijn een heel seizoen, een heel jaar op weg, naar alleen maar theaters gedoe. 100 shows op zo'n seizoen. Hè. Ik had een carrière waar iedereen van droomde. Ik deed 100 shows op een seizoen.
De meesten zouden er een fucking moord voor doen. Maar je doet, ineens doe je van 20 minuten 90 minuten. Wat ik al heel arrogant vind, alsof ik 90 minuten de moeite ben om naar te luisteren. Het is ook saai, het is totaal anders. Het is geen klein caféke. Nee. Dan is het een podium van een anderhalve meter hoog. Je kijkt op de mensen neer, de mensen gaan netjes zitten. Ze hebben een jas in de vestiaire gangen. Hun bier mag niet mee binnen. Het zijn fluwelen zetels. Het licht gaat uit, het gaat beginnen. En ze zijn heel beleefd aan het luisteren. Maar ik wil niet dat mensen beleefd zijn. Ik wil als ik iets zeg en ze zijn het er niet mee eens dat ze roepen onnozelaar. Dat wil ik. En dan zijn we bezig. En dan gaat het dat... En dan maakt hij iets... Dat maakt iets dat 90 minuten lang is, wat je 2 jaar lang gaat herhalen. 2 jaar lang gaat hetzelfde vertellen. Hoe kunnen we 2 jaar lang hetzelfde vertellen? En wat is het nut? We hebben internet. Je kunt dat opnemen en kan het opsturen. Dat is gelijk een boek schrijven of kopiëren gelijk dat monniken, terwijl de Chinezen al lang de boekdrukjes hebben uitgevonden. Jij blijft als een nozelaar die een boek schrijven. Dus, en dat is ook saai. Dat is ook saai. Want ik weet 2 jaar lang wanneer in de 90 minuten de mensen gaan lachen. Ik weet dat op voorhand. Dus als ze lachen, denk ik, ah ja, tuurlijk lachte jij. En Jeroen, het was grappig, dat weet ik. Want je lacht waar alle vorigen ook hebben gelachen. Dus ik werd daar zo ongelukkig van. Dat stond zo ver af van wat ik deed in cafékes, maar ik mocht de cafékes ook niet meer doen. Ik had er geen tijd meer voor. En als ik ze wilde doen, dan ging dat in conflict met de grote optredens. Dus die managers en die boekers die zeiden dat ik dat niet mocht doen, want ik zou mijn eigen carrière torpederen. Maar ondertussen was ik iets aan het doen dat totaal niet was wat ik graag deed. Ik werd daar doodongelukkig van. En op de duur ben ik dat ook op de podia echt naar de kloten gaan doen. Ik ben weggewandeld van podia. Gewoon halverwege, microfoon op de standaard, poef, en naar huis. Zonder, gewoon weg. Waar is Jeroen? In de auto. Daar is Jeroen. Ik werd daar zot van. Zot werd ik daarvan. En ik heb managers en boekers hebben met mij gebroken ook. Die zei, maar Jeroen, daar kun je niet meer mee praten. En op een bepaald moment stond ik weet nog dat ik in mijn badkamer stond en ik keek in de spiegel en dacht, Jeroen, maar wat moet ik er nu mee doen? Dit is een carrière hebben en dit moet allemaal doen, maar ik trok dat niet meer. Het was echt een kwestie van leven of dood. Ik wilde echt mijn eigen ophangen als ik dat moest blijven doen. Maar ik wist ook dat moment, als ik daarmee zou breken, dat ik alles kapot zou doen. Ik zou terugvallen op minder dan de helft van mijn inkomsten. En mijn carrière was gone. Maar ik keek in de spiegel naar mezelf. Ja, Jeroen, maar dit ga jij moeten doen. Als jij trouw wilt blijven aan jezelf, als jij wilt doen wat jij wilt doen, dan moet jij dat in de fik steken. Zoals de Joker in Batman Begins, die om die stapel geld zit en de fik steekt en erin zegt hij nu maf geworden. En ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan, ik moest dat doen. Wetende wat er allemaal met mij zou gebeuren. Want financieel was dat een aderlating. En ook onze economie is gebouwd op het idee van groei. Dus op het moment dat je een stap terugzet van inkomsten, dan haalt alles je win. Belastingen halen je win, sociale zekerheid haalt je win. En je krijgt je allemaal achteraf op een boterham van ja, 2 jaar geleden heb je goed verdiend, dus je moet dat nu allemaal bijdokken. Maar ik verdiende nog minder dan de helft, dus ik kon dat niet betalen. Ik kon ook geen voorafbetalingen dan, belastingen niet meer. Dus ik kwam in een soort neerwaartse spiraal terecht financieel. En ik had allemaal afbetalingsplannen geregeld. Maar ik neem mijn verantwoordelijkheid. Financieel ook. Dus ik was allemaal afbetalingsplannen aan het doen. En toen, op 15 maart, zei de overheid tegen mij, zowel de Nederlandse als de Belgische, jij moogt 0 euro verdienen nog. Dus dat was een onmiddellijke doodstraf voor mij. Onmiddellijk. Ik zat al zo... Ik kon nog net eten en net leven. Ik was zo... Ik had al die risico's genomen, maar ik had niet gerekend op een pandemie. Daar had ik niet op gerekend. En er is geen verzekering tegen. En daarom was dat voor mij een moment dat de wereld stilstond. Toen wist ik, het is gedaan met mij. Het is gedaan met mij. Ik moet nu aan iedereen hulp gaan vragen, want ik kan geen kant niet meer op. Maar ik weet ook één ding, dat ik daar op geen enkel moment spijt van heb gehad. Ik weet dat deze de consequenties van een beslissing die ik toen heb genomen in mijn badkamer, dat ik in mijn ogen kijk en zeg, of je blijft trouw aan jezelf, of je gaat meedoen met die molen en waarschijnlijk van mijn eigen plafond eindigen. Dus mocht ik het geweten op voorhand dat dat allemaal zou gebeuren, zou ik het alsnog gedaan hebben. Dit is nu eenmaal de prijs die een mens moet betalen voor eigenheid. En dat is soms een hele grote prijs, een hele hoge tol die je moet betalen, of prijs die je moet betalen, maar dat is zo. Dat is zo. Dat was het moment dat voor mij de wereld absoluut stilstond. En dat is mijn verhaal. Dat is een heel lang verhaal. Dat is, maar dat is een goed verhaal. En ik hoop dat dat verhaal nog
heel lang gaat blijven duren en dat die put waar je toch een beetje in zit. En je ziet er redelijk vrolijk uit, dus dat is nog wel goed. Ja, ik blijf ook elke ochtend zeggen, ik ga dat doen, hè, de werkelijkheid. Ik zeg dat door mijn raam. Werkelijkheid, ik ga u vandaag weer doen, zeg ik dan. En wat zegt hij dan terug? Ah, de bakjes. Ja, dat is een heel rare wijk waar ik woon. Hè, ja. Ik zeg dat ook waarschijnlijk te vroeg. 3 uur 's ochtends is waarschijnlijk geen uur om door mijn raam te schrijven. Nee, waarschijnlijk niet. Zeg, Jeroen, uw verhaal is gedaan. Dus, Sbiet, ga jij naar huis? Hoe ga jij naar huis? Zit jij met de auto? Ik ga dus undercover naar huis. Hey, want ik woon in Eindhoven. Dus er zijn overal avondklokken en zo. Hè. Ho. Maar wacht, dit is iets live. Dus je moet dit niet... Dat is live. Dus als de politie dit live hoort, dat wordt niet... Ja, maar dat maakt mijn verhaal alleen maar beter. Laat. Als ik nu word gearresteerd, wie wil er nu niet in de gevangenis terechtkomen omdat hij mijn mondmasker niet op had? Dat is toch fantastisch? Dat je zo in een bak zit tussen al die gevangenen die mensen hebben verkracht en vermoord en die dan nu vragen, en waarom zit jij eigenlijk? En dan zeg je, ik had mijn mondmasker niet aan. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is wel fantastisch. Maar dus, hoe ga je terug met de trein? Of met dat is geheim. Dat is geheim. Het moet wel een soort feest blijven voor iedereen. Wel, maar dan gaan we nu, voordat je terug gaat, en blijf nog even zitten, ja. Gaan we luisteren naar een lied van Tom Pintus. Of nee, jawel. Jawel. Een lied van Tom Pintus. Tonight. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. Tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. Made for loving you, baby. You were made for loving me. I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Tonight, I wanna see it in your eyes. Feel the magic. There's something that drives me wild tonight. We're gonna make it all come true. 'Cause girl, you were made for me. And girl, I was made for you. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? To you in the darkness, there's so much I want to do, and tonight I want to lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you, and girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. Made for loving me, and I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you, baby. You were made for loving me. I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you, baby.
for loving me, and I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Ja, bravo, inderdaad, bravo, Tom. Dat was really fucking nice. Leuk wat je met je stem allemaal deed. En dit is trouwens het nummer. Als dat opstaat, ga ik dat altijd meezingen, maar ook huilend. Ik weet niet wat er met mij gebeurt, maar dat is een van de nummers die heel veel indruk op mij maakt. Het is cool dat dat nu... Ik heb het gevoel dat jij in een presentator ineens verandert. Ja, geweldig. Zal ik Johan Petit zijn en doe jij Jeroen Leenders? Ja, ik moet heel hard schreeuwen, dat is alles. Zeg Tom, van wie was dat nummer oorspronkelijk? Kiss. Van Kiss? Ah, ik dacht dat het van Rammstein was. Weet al. Nee, ja, blijft Kiss. Denk ik elke week. Zeg, Tom, mensen die u niet kennen, die weten niet dat jij, juist gelijk als Nick Cave, want Nick Cave doet elke dag een ander kostuum aan, dat jij, juist gelijk als Nick Cave, elke dag heel bewust nadenkt over welke kleren dat je die dag gaat aandoen. Ja. Echt nadenken. Ja, want mensen die je niet kennen, die weten niet dat jij regelmatig roze kousen aandoet, purper onderbroeken en dat jij soms in een bodywarmer naar de macro gaat. He, dus daar denk je wel echt heel hard over ja, na. Ik vind gewoon, dat is een van de manieren van u te uiten. Ik vind dat leuk om gewoon, vooral details van kleren een beetje anders te doen. Dat maakt mij blij, dat maakt mensen maar de kijkers mij kunnen... zien blij. Ik vind dat trouwens ook leuk in de winkel. Ik ga vaak tweedehands kopen om dingen te kopen waar ik van denk van, goh, jij gaat echt eeuwig blijven hangen als ik u niet koop. En dan denk ik van, ah, ik koop die jas. Niemand durft. Ja, nice. Ja. Ah, fantastisch. En dan is het nu tijd, Jeroen, houd u klaar. Om de takken van de bomen en om een stuk ijzerdraad is het nu tijd voor de kleinste quiz ter wereld. En de kleinste quiz... De kleinste quiz ter wereld, Jeroen, ja. Die is echt microscopisch klein. Die is zo klein dat je bijna onzichtbaar is. Oh, ik haat quizzen. Ja, die bestaat ook maar uit één vraag. Ah, ja. Er is ook maar één antwoord en je kunt ook niks winnen. Okay. Dus degene die het weet, die is maar gewonnen. Mag ik wel het antwoord geven? Om eerst wacht op de vraag. Wacht. Maar er is ook nog iets speciaals aan die quiz. En dat is dat jij namelijk de quizvragensteller van dienst bent. Dus jij moet de quizvraag verzinnen. Ik moet de quizvraag verzinnen. Ja, maar er zijn een paar regels. Dus ik kan u strak aan het lijntje. Er zijn een paar regels. Ten eerste... Je bent me nu al kwijt, hè. Ten eerste moet jij zelf het antwoord weten. Ja, maar ja, kom aan. Ja. Ja, maar ja. Zijn beperkingen, niet... ja. Zijn ja ten tweede moet jij zeker zijn dat het antwoord juist is. Ten derde mag het geen geraadseltje zijn. Nee. Ten vierde mag het geen filosofische vraag met een open einde zijn. De quizvraag moet echt een quizvraag zijn. Het antwoord moet op Wikipedia staan. Voordat je dus denkt er even over na. Ja, ja. En dus vanaf dat jij een vraag weet, dus vanaf dat jij het weet, moet jij die vraag stellen. En dan, vanaf dat je die vraag stelt, zal er hier op deze elektronisch bord een elektronisch nummer verschijnen. En daarna mogen dan de mensen bellen. Ja. Dus, heb jij een quizvraag gevonden? Nee, wat moet je dan nu op deze tijd... Weet je wat mijn hersenen zijn? Je weet niet hoe ik van binnen alles beleef, hè, Johan. Maar is er niet iets dat je weet? Iets dat je weet? Maar ik weet helemaal niks. Wat moet ik... Er moet toch iets zijn uit de wereldgeschiedenis dat je weet? Denk eens... Dat kan niet. Dat kan niet. Allee, iets van een muziekgroep. Iets van een muziekgroep die je geen hoort. Weet je niet van een muziekgroep, ja. Allee, Tom, vertel jij dan een vraag. Hij weet er geen. Jawel, weet er wel een? Maar nee, alleen dat het is eens. Hoe groot iets dat je weet? Van... Is dat ik weet ook, hè? Dat ik weet. Ja, maar dat kan toch niet dat je niks weet? Ah ja, in die zak liggen voor de mensen die niks weten, zit er in die zak ook spare-quizvragen. Dus ik had maar niet verwacht dat jij niks ging weten. Oh, ja. Maar dat is wel waanzin. Je stapt elke avond een podium op, begin je zo van alles uit je botten te slagen en dat je iets... Zo kun je op niks komen. Dat is toch wel heel speciaal. Maar het gaat over iets weten. Ik weet dat ik niks weet. Ja. Wat is het? Stel dat er van... één ding is dat ik weet, Johan, is dat ik niks weet. Dat is het enige dat ik weet. Ik ben wat te hard aan het roepen, heb ik het gevoel. Nee, maar ik ben zo aan het roepen en ik doe gewoon mee. Ja. Ja, maar ze hebben mij gezegd, als je presenteert, zeker voor de tv, de mensen zitten vlakbij, je moet heel rustig babbelen. Wie is onze federale minister bevoegd voor pensioenen? Ja, hier, dat is de vraag. Ah, ja, maar je moet dat omdraaien. Nee, speciaal van vandaag heb ik het nog iets moeilijker gemaakt. Dus de mensen moeten ondersteboven, achterstevoren. Nee, ik zal het simpeler maken. En dus deze is het nummer. Dus de eerste die belt, is de eerste die belt en die mag het antwoord geven.
Dus we hebben hier dus echt een... Dus daar ligt de gsm en daar gaan ze naar bij. Ah ja, de federaal minister bevoegd voor pensioen. En weet het, staat het antwoord staat erbij? Nog niet zeggen, hè? Het antwoord staat erbij, ja. Ah ja, oké. En nu gaat er iemand bellen ook. Normaal wel. Dat hoopte jij, dat je dan kijkers hebt. Ja, maar het is dat er 30 seconden vertraging zit op de tv. Dus alles wat wij zeggen... Op de tv, op het internet. Ja, op het internet komt 30 seconden later bij de mensen. Dus het is een soort time warp. De tv, ja, dat is zo. Maar misschien was deze zo'n moeilijke vraag. Stond dat wel op Wikipedia eigenlijk? Onze federale minister bevoegd voor pensioenen. Ja, dus... Weet jij wie dat is? Ik heb dat hier lezen, ik weet niet... En het zegt me nog steeds niks. Dus ik zie naar, ik kijk naar het antwoord. Zie maar, jij zegt... Ah, zie, telefoon. Is dat deze die altijd... Ja, ik ga wel bellen. Oppakken. Hallo, met wie spreken we? Ik ga ja, jij moet coronagewijs moet jij blijven zitten. Met wie? Emmen. Ah, Emmen. Hallo? Zeg, en... Ja, wat is het antwoord op de vraag? Karin Janlieu. Is dat juist? Dat is helemaal juist. Bravo. Ongelooflijk. En heb jij dat antwoord? Wist jij dat helemaal zelf? Mijn mama heeft geholpen. Ah, je mama heeft geholpen. Ah ja. En wist je mama dat helemaal zelf of heeft hij ook moeten opzoeken op het internet? Samen op het internet. Ah, ja, prachtig. Ja. Dus bravo voor het internet. Goed gedaan. En jij bent de beste. En volgens mij moest jij al lang in je bed liggen, maar ik ben toch heel blij dat je gebeld hebt. Bravo. Dag. Ja, dus, Jeroen, dat was de kleinste quiz ter wereld. Ja, en ik heb het dan toch nog gerokken, zeg maar. Ja. En nu moet jij het pand verlaten. Het pand verlaten. Ja. Bedankt Dag. En merci. Tot de volgende keer. Van vandaag is Roos Rehbergen van de fenomenale groep Roosbeef. Zij is de frontvrouw van Roosbeef en met die groep toert zij al jaren door Vlaanderen en Nederland. De teksten, want ze schrijft haar eigen teksten, die zijn vaak vrolijk melancholisch en soms ook licht psychedelisch. Ze woonde 2 jaar in de Verenigde Staten, maar is ondertussen terug in België en meer bepaald hier in Berchem. Roos Rehbergen. Hallo. Dankjewel. Dag Roos. Hallo. Amai, wij zijn heel blij hè, dat jij hier bent. Want normaal ging jij hier niet zijn. Nee. Hè, maar wij hebben nu vandaag gebeld en jij wordt onmiddellijk bereid om te komen. Dus waarvoor onze dank. Roosbeef, die groep bestaat een heel aantal jaren. Ja. Je hebt die opgericht samen met Tim van Oosten. Hè? Ja, ongeveer. En in al die jaren hebben er allemaal verschillende muzikanten, best wel verschillende muzikanten meegedaan. Mm. Maar heel veel van die muzikanten waren Belgisch. Wat is er zo speciaal om Belgische muzikanten dat jij vooral met hen wilt spelen de hele tijd? Dat is een beetje... Als je met één Belg begint, dan ken je daarna ook wel een andere Belg. Dus zo gaat het dan ook wel. Maar ik woonde vroeger wel in Nederland en daar had ik niet echt zo veel muzikale vrienden. Of muziek, ik had helemaal geen vrienden. Ah. Grappig. Dus toen ik hier ging wonen en toen kwam ik in aanraking met Tom Pintus ook. En hij zat eigenlijk, hij was eerst de producer van onze albums. En daarna ging hij ook bij ons in de groep en... Wannes en weet je wel, Wannes Capelle en zo kwamen we elkaar wel een beetje tegen. Het is niet dat ik alleen voor de Belgen heb gekozen, maar het is gewoon dat ik op een of andere manier... Van het een kwam het ander. Ik de mensen die ik ontmoet heb begrijpen wat ik wil en wat ik doe. Je zegt Tom Pintus, want inderdaad, die geweldige Tom Pintus zit in uw groep. Wat is er zo speciaal of zo fantastisch of wat is er onnozel? Wat is er aan Tom Pintus eigenlijk? Nou, een goede vraag. Ja. Nee,
Ja, wat is Tom? Dat is, ja, nou. Tom is. Ja, ik weet niet. Tom is, is gewoon iemand die heel super. Ja, ik bedoel, ga niet een heel. Heel muzikaal is en goede smaak heeft. En het is een. En het is gewoon fijn als je fijne mensen in je groep hebt. En iemand die iets, ja, met al mijn muzikanten, die iets naar een ander niveau kan tillen of zo. Weet je wel, ik schrijf de basis, de liedjes. Maar ik zoek wel de mensen uit die mij laten shinen. Ah, ja, ja, ja. Zeg, Roos, als jij optreedt, als jij een lied zingt, dan ga jij helemaal op, of zo lijkt dat toch, in die muziek. Hè. Zo staat er op YouTube, voor alle mensen die dat nog nooit gezien hebben, moeten zeker eens checken. Een jij prachtige... zit veel op het internet. Toch? Ik zit heel veel op het internet. Ja. Er was een prachtig nummer van u, Raak mij aan, een live versie van dat nummer. En daar zie je dat jij helemaal in dat nummer verdwijnt. En als je dat ziet, denk je echt aan mij, die is echt geboren om te zingen. Wist je als kind al dat jij een zangeres wou worden? Ja, ik wist wel dat ik op het podium wou zijn. En echt wel op mijn zesde wist ik dat wel. Ah ja. En wat is het eerste optreden dat je ooit gedaan hebt? Ik weet niet, we hadden vroeger op ons boerderij hadden we ook een festival. Ik denk op school wel. Maar dat ik daar echt wel met mijn eerste bandje was toen ik een jaar of 11 was. En daar traden we dan wel op. Ah ja. Dus we stonden daar elk jaar dan. Ja. Ah ja. Zeg, je hebt een lied voor ons meegebracht. Welk lied is dat en waarom wilde specifiek dat lied zingen? Het is een liedje van Daniel Johnston, A Story of an Artist. Maar het is een vertaling van Binnenvoet en Henkes. En die hebben dat pakweg 10 jaar, 12 jaar geleden naar mij gestuurd. Ze doen heel veel vertalingen van Bob Dylan ook en zo. Maar ze vroegen aan mij van welk lied zou jij vertaald willen hebben? En toen zei ik, ah ja, dan wil ik dat nummer van Daniel Johnston. En toen op kerstavond stuurden ze mij die. Ik weet niet, ik hou niet altijd van vertalingen. Of ik vind dat, ik denk ook van soms laat het met rust. Ook met covers denk ik ook vaak van, vaak is iets al goed of zo. Waarom zou je het beter willen doen? Maar soms, maar bij deze is het, omdat het in het Nederlands is, is het wel de moeite, denk ik. En het nummer gaat over, of Daniel Johnston is een hele bijzonder, hij is nu overleden, maar een bijzonder artiest die ook wel gek was. Maar in zijn gekte ook briljant eigenlijk, briljante nummers schreef. En dit nummer gaat eigenlijk over wat andere mensen van, dat de ik-persoon een artiest is en dat iedereen denkt, wat doe jij nou eigenlijk? Wat draag jij nou eigenlijk bij in het leven? Waarom doe je zo raar? Waarom kan je nooit eens leuk doen of zo? En toen ik jong was, dacht ik dat van mezelf ook altijd. Waarom kan ik nooit leuk doen? Waarom vind ik het niet leuk? Waarom maak ik mezelf zo moeilijk, dacht ik altijd. Of dat denk ik nog wel eens of zo, maar dat wordt alsmaar minder. Of mijn broer zei vroeger ook wel niet dat hij dat op die manier meende of zo, denk ik. Of wel, maar dit nu niet meer. Maar dat hij zei een keer zo tegen mij, welkom in het echte leven. Weet je wel, en daar gaat het nummer eigenlijk over. Ook in deze periode van, weet je wel, van, wordt het ook heel duidelijk wie vindt het belangrijk dat er optredens gedaan worden. Wie luistert er naar? Heel veel mensen wel, maar ook heel veel mensen niet. En dat is helemaal niet erg. Maar ook heel veel mensen, of als je zo van die websites waar je dan af en toe op komt. Ik kijk ook wel eens op het internet. Alsof het over subsidies gaat of zo. Dat mensen van, kunnen ze dat niet 's avonds voor hunzelf doen, weet je wel. Het is ook zo, ik wist het altijd al wel. Het is ook, wordt heel vaak niet belangrijk gevonden. Dit liedje zegt het in zo'n mooi kindelijke vorm. Dat je, als je die dingen denkt, als buitenstaan, dan zou ik me een beetje schamen bijna of zo, weet je wel. En daarom vind ik het heel mooi gedaan, omdat het heel kinderlijk zo van, ja, waarom neem je hier nou zo aanstoot? Van, laat die gast lekker naar de bomen kijken, en weet je wel. En dat vind ik er mooi aan.
Ah, wel, laat het maar horen. Ik ben heel benieuwd. Nu komt het. Ja. Dit verhaal is heel eenvoudig. Het leven van een kunstenaar. De meesten willen roem en rijkdom. Anderen vinden dat raar. Alle vrienden en familie zeggen: hey, zoek een baan. Heb je last van aanstelleritis of anders eigen waan? Wat jij doet, vinden wij niks. Je krijgt waarschijnlijk nooit publiek. Het is een probleem dat jij jezelf maakt. Door dat probleem ben je nu ziek. Dit verhaal heet heel eenvoudig. De kunstenaar wordt oud. De meeste wensen roem en rijkdom. Dat laat een ander koud. De kunstenaar wandelt alleen. Iemand zegt achter zijn rug. Het lef dat hij zich zo noemt, hij wordt toch nooit beroemd. Thank you.
Dank u, Roos, voor dat prachtig nummer van Daniel Johnston. Heel blij mee. Dames en heren thuis, de wereld staat stil, zit erop. En met deze laatste woorden zou ik heel graag de wereld zo stilletjes terug in gang willen duwen. Hè, maar dan echt, het liefst heel traag. Heel traag. Hè. Vertraag. Vertraag. Vertraag je stap. Stap trager dan je hartslag vraagt. Verlangzaam. Verlangzaam. Verlangzaam je verlangen en verdwijn met mate. Neem niet de tijd en laat de tijd je nemen. Laat. En met deze trage woorden van Leonard Nolens verdwijnen wij terug de nacht in. En we zien jullie terug volgende week. En dan hebben we fantastische gasten. Ish Ait Hamou, Sabrine Ingabire en Karima El Filali. Tot volgende week. Wat jij doet, vinden wij niks. Je krijgt waarschijnlijk nooit publiek. Het is een probleem dat jij jezelf maakt. Door dat probleem ben je nu ziek. Oh, dit verhaal heet heel eenvoudig. Het leven van een kunstenaar. Meesten willen roem en rijkdom. Een ander kijkt het liefste naar. Thank you.